Wat brengt u hier in Brunssum bij de reanimatie-estafette? Omdat dat een heel goed initiatief is. In Kerkrade hebben wij ook het project Kerkrade Hartveilig. Wij hebben ons als gemeente Kerkrade flink ingezet om Kerkrade Hartveilig te maken. Dat hebben we in samenwerking gedaan met een voormalige stichting van het Groene Kruis. Die heet op een ogenblik Stichting Kerkrade Gezond. Daarbij hebben wij nog bedrijfsleven bereid gevonden om diverse AED-apparaten te sponsoren. Op het ogenblik hebben wij 17 AED-apparaten buiten hangen. Daar komen er nog 3 bij en we zijn dus op dat gebied geheel dekkend in de gemeente Kerkrade. Daarnaast hebben wij 200 medewerkers, of inwoners beter gezegd, bereid gevonden in Kerkrade om zich dag en nacht beschikbaar te stellen voor dat project. En op die manier kunnen wij zeggen dat wij in Kerkrade dekkend en hartveilig zijn, zodat wij de eerste hulp kunnen verlenen aan de mensen die op dat gebied nodig hebben. Ja, dus in Kerkrade werken ze met een soort netwerk, hulpnoodplan. Is dat in de praktijk ook al gebruikt geworden, die hele plan? En hoe is dat toen gegaan? Vanaf 2009 hebben wij 33 alerts gehad. Er zijn 3 personen zijn daar gered. Die zijn dus gered van in feite de dood, als ik het zo mag zeggen. En wat je dus ervaart is dat de mensen het heel snel bij de plaats van bestemming zijn, binnen 5 minuten. En de ervaringen worden gedeeld en we hebben daar bijeenkomsten voor. En je ziet dat dat netwerk van 200 mensen, inwoners van Kerkrade, goed werkt. Dat hebben wij over de wijken verdeeld en daar waar de mensen nodig zijn, zijn ze snel ter plekke. Het zijn 200 vrijwilligers, zegt u. Zijn dat mensen zoals u en ik? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Zijn het hoogopgeleide mensen of van alle lagen van de bevolking? Dat zijn mensen van alle lagen van de bevolking. We hebben het ingezet met wat ambassadeurs. Dat was de burgemeester, dat was Jacques Vinders wel bekend. Gerry Zende en Ralf Kreewinkel, de wethouder die voor mij dat proces ook heeft opgestart. We hebben die ambassadeurs gevraagd om dat te promoten in de gemeenschap Kerkrade. En daar hebben heel wat mensen op gereageerd. En dat is van hoog tot laag in allerlei lagen van de Kerkraadse bevolking. Mensen bereid gevonden die zich daarvoor willen inzetten. En heel mooi en eigenlijk ook draagt het een sociaal belang daardoor. Wat wel nog een vraag bij me opkomt is toch financieel. Je ziet in de politiek, maar ook bij gemeentes, dat geld vaak een doorslaggevende factor is om iets wel te integreren of juist niet. Hoe doet de gemeente Kerkrade dat financieel gezien? Want dat kost natuurlijk behoorlijk wat geld. Zeker, het kost altijd geld, maar de vraag is waar leg je prioriteiten? En in dit geval hebben wij partners gevonden, zoals ik zei, dat is de Stichting Kerkrade Gezond, die samen met het bedrijfsleven de apparaten aanschaft. En de gemeente Kerkrade faciliteert daaromheen. Die zorgt voor de nieuwsbrieven, zorgt voor de bijeenkomsten, zorgt ervoor dat de mensen geïnformeerd worden. Dus het is in feite een partnerschap van de gemeente Kerkrade, de Stichting Kerkrade Gezond, dus de voormalig Groene Kruis in Kerkrade. En het bedrijfsleven die bereid gevonden wordt en is en nog steeds om geld ter beschikking te stellen voor dat goed systeem in Kerkrade. Dus Kerkrade draagt een warm hart toe aan het kunnen reanimeren, niet alleen in Kerkrade, in heel Nederland. Ik wil u bedanken voor uw inbreng en ik wens u een hele fijne dag. Graag gedaan.